Nederlanders drinken gemiddeld 75 liter bier per jaar. Maar veel van dat bier wordt naar binnen gewerkt in een kroeg. Een echte bierkenner doet dat anders. Die geniet van zo'n ambachtelijk gebrouwen biertje. In deze aflevering van Made in Os kijken we hoe dit streekbiertje gemaakt wordt bij speciaal bierbrouwerij Ooijen. Hier bij speciaal bierbrouwerij Ooijen wordt jaarlijks 50.000 liter bier geproduceerd. Daar is 90.000 liter water voor nodig en nog belangrijker de bierbrouwer. De bierbrouwer zelf. Hoe ben je in dit vak terechtgekomen? Ja, eigenlijk op een hele gewone manier. Hè? Want het is wel grappig om te zeggen dat de meeste mensen denken dat het uit de hand gelopen hobby is. Dat is wel aardig om te vertellen, maar het is niet zo. Ik ben gewoon levensmiddelentechnoloog. Hè? Ik ben in Bolsward in Friesland op school geweest. Drankentechnoloog, hè? Die studie gedaan, afgemaakt. En daarna zijn we successieflijk begonnen, dan wel aan huis. Hè? Op een kleine locatie. Ja, dus niet hier altijd gezeten in Ooijen? Nee, helemaal niet. We zijn echt aan huis begonnen en gedacht van, kunnen we een markt veroveren? En toen we een klein marktje hadden, zijn we op zoek gegaan naar een sfeervolle, mooie locatie. Nou, Ooijen kwam op een gegeven moment voorhanden. Dat werd het. Die kans hebben we genomen, ja. Ja, en ben je nou ook een echte bierdrinker? Ja, kun je wel zeggen. Ik had vroeger wat meer tijd om bier te drinken dan tegenwoordig. Hè? Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar ik vind bier gewoon lekker. En sterker nog, wijn bijvoorbeeld lust ik niet. Want ik krijg zelfs pijn in mijn tanden van het drinken van wijn. Hè? Dus dat doe ik uit principe niet. Bier is mijn ding. Laten we proosten op het leven. Laat het leven je omarmen. Sla je armen om de liefste. Is dit nou de eerste stap van bier maken? Eigenlijk niet. Eigenlijk de tweede stap. We hebben net de mout gemalen en daarna gestort in de brouwtank. Nu zijn we aan het brouwen. Ja, en wat is dat brouwen precies? Brouwen is het omzetten van de zetmelen naar suikers. En die suikers lossen op aan het brouwwater. En dat brouwwater wordt dan straks wortheet. Laten we vallen in de kooktank. En hoe lang moet het nou in deze ketel blijven? Nou, zo'n 3,5 uur hebben we nodig om het totaal te laten versuikeren. En daarna gaan we naar de kookketel. En in die kookketel koken we de wort, de suikerwater, met hop. Ja, en nou maken jullie jaarlijks 50.000 liter bier. Hoeveel mout en hoeveel hop moet daar nou bij? Gebruiken we ongeveer 13.000 kilo mout en zo'n 100 kilo hop. In hoeverre deel je nou zijn passie van het bier maken? Ik deel zijn passie van het bier maken eigenlijk helemaal niet. Nee, met productie bereiden als zodanig heb ik eigenlijk helemaal niks. Maar ik heb wel natuurlijk wat met ons bedrijf. Met het hele bedrijf waar we graag gasten ontvangen. Waar we graag mensen laten genieten van onze producten, van het buitenbeleven. Ja, dus je bent vooral graag gastvrouw. Ja, ja. En jullie werken hier met het hele gezin. Alle jongens werken ook mee. Hoe is dat? Ja, top. We hebben daar... dat had zomaar anders kunnen zijn. Maar onze kinderen vinden het ook helemaal geweldig. Dus qua studie ook allemaal dezelfde richting opgegaan. En vervolgens nu ook sinds 2 jaar een schoondochter die ingestroomd is. Lonneke, die doet nu het restaurantje. Dus ja, helemaal top. Laten we proosten op het leven. Laat het leven je omarmen. Sla je armen. Na het koken van de wort en de hop moet het bier eerst afkoelen. En dan begint het gistingsproces. Na een week gisten is het jong bier. En dan moet het overgezet worden naar een andere tank die de lagertank wordt genoemd. In deze schone tank komt het bier op smaak en neemt het koolzuur op. Jij bent het gistingsproces aan het beoordelen, denk ik, hè? Dat klopt. En is het gelukt? Ja, we zitten op een mooie 6% alcohol. En dat is bijna goed? Dan zijn we een heel eind op weg, inderdaad. Hoe is het nou om bier te maken? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik ben het sinds korte tijd aan het doen. En samenwerken met mijn vader ook heel interessant om hetgeen wat ik heel erg lekker vind, ook nou te mogen maken. Wat ben je nou aan het doen? We zijn het afvullen. Flessen bier aan het vullen.
Dit is de laatste stap. Ja, lijkt de laatste stap in het proces. He, dus het fles donker bier aan het afvullen, Port van Meegen. Alleen het is nog niet drinkbaar, het bier. He, het bier moet nog 6 weken in de fles rijpen voordat je het kunt drinken. Maar hebben jullie dit nou voorgeproefd? Jazeker. We hebben de alcoholpercentage hebben bepaald, we hebben de smaak bepaald, allemaal goed bevonden. En op dat moment kiezen we voor om af te gaan vullen. Ja, en hoeveel van die flesjes komen er dan uit zo'n tank? Een batch noemen wij dat, hè? 1 tank. Dat is ongeveer 190 liter. Dus er komen zo'n 630, 620 flesjes komen uit een batch. Laten we proosten op het leven. Laat het leven je omarmen. Sla je Ik ben in 2010 gestart met het restaurantje Brouwers Hap en Tap. Een mooie aanvulling voor het bedrijf en voor mij een hele uitdaging, ja, omdat het toch iets voor jezelf is. Ja, dan tap jij natuurlijk ook biertjes hier. Ja. Wat wordt het meest gedronken? Nou, het meest gedronken biertje is een Prominent Os, 6%. Prominent Ooijen, 8,2%. En daarbij hebben we 4 verschillende tappunten en verschillende bieren nog op fles. Ja, nou hou ik zelf niet zo van dat hele bittere bier. Ja. Wat kan je mij nou aanbevelen? Als je geen bitter bier houdt, dan kun je het beste een kersenbiertje nemen of een cranberry bier. Is iets wat zoeter. Zou je het nou nog zoeter willen, dan kun je altijd een klein beetje grenadine erbij doen. Voor de nog zoetere smaak. Maar kan wel een zoet biertje voor je inschenken als je wil. Doe maar. Ik heb hier een kersenbier. En zo maakt speciaal bierbrouwerij Ooijen jaarlijks 25.000 flesjes bier. En het bier heeft nog even mogen nagisten op de fles en dat laat een residu achter. En dat is heel gezond, bloedzuiverend en rijk aan vitamine B. En dan nu genieten van het biertje. Na het bierbrouwen blijft er een soort havermoutachtige drap achter. Dit restproduct heet de bostel en dat gaat naar de koeien van landwinkel Spierings. Maar wie het ook heel lekker vindt is Henk. Kijk eens Henk. Lekker hè?